Wie is de auteur van het leven? Wie is de programmeur van deze... Wie programmeerde dat molecuul? Wie programmeerde die cel? Gaan we dat in ons leven dichterbij komen bij dat antwoord, denk je? Nou, ik denk dat het altijd een kwestie van geloven blijft. Want zolang je de programmeur niet ziet, is het moeilijk om te zeggen, hé, dat is de programmeur. Je kunt zien dat er een programmeur moet zijn. Wie is die programmeur? Ik denk dat dat een zoektocht is voor de mens, opgave voor de mens, om de programmeur ook te vinden. Molecular biologist Pieter Borger wrote a book, Back to the Origin. About the origin of species, now that modern biology has shown us the flaws of Darwinian evolution theory. This is going to be a conversation in Dutch, but if you use your subtitle features on your social media platform, then you can understand what we're talking about. Yeah, exactly. Exactly. Professor Schippers, may I ask you some questions? Yes, of course. What do you want to know, Rico? Waar zijn we hier, Peter? Nou, dat zie je, hè? Dat is het Oertijdmuseum, of het Oermuseum in Bokstel. Ja. Ja, ik was hier ook nog nooit geweest. Ik vind het een prachtig museum. En je ziet hier ook al deze skeletten, of nagebouwde skeletten, van dinosaurussen. En daar gaan we vandaag ook een beetje over praten. Hè? Wat zijn nou dinosaurussen? Ja. En wat kun je met dinosaurussen tegenwoordig als wetenschapper? Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen zijn er geweest de laatste tijd. En daar gaan we ook een beetje naar kijken vandaag. We zijn hier ook, en dat is misschien een beetje rumoerig op de achtergrond, dat is dan het nadeel. Maar we zijn hier ook omdat hier wordt geleerd aan kinderen, aan iedereen, waar leven vandaan komt. Nou, het is natuurlijk een prachtig museum om mensen te onderwijzen, hè, in de ideologie van het evolutiedenken. Ja. En dat gebeurt hier ook ten volle, heb ik al gezien. Hè? Met oerknallen en met tijdschalen. Net in een laboratorium boven, waar echt opgegraven botresten worden geprepareerd en schoongemaakt. En, heel dat gaaf. Dat gebeurt hier ook. Nee, het is ook echt een heel mooi museum, moet ik zeggen, hoor. Ja. Oké, het startpunt van dit gesprek is dat boek, heb ik ook meegenomen. The Origin of Species van Charles Darwin. Charles Darwin schreef dit boek. Hij was niet degene die alles uitvond. Hij was degene die het in een boek opschreef. En we kennen hem daarom daarvan in 1859. Dat zeg ik omdat op dat moment het DNA-molecuul nog niet was ontdekt. Dus, precies. De evolutietheorie die Darwin daar hierin beschrijft, is wat we nog steeds nu leren, ook hier in dit museum en op scholen. Precies. Pas jaren later werd het DNA-molecuul ontdekt. En moderne biologie stelt dat de evolutietheorie zoals Darwin die opschreef niet stand kan houden. Ja, ik weet niet of ik jou letterlijk citeer daarin, maar dat is... Ik zeg dat in mijn boek zo ongeveer. Ja. Het is zo, de waarnemingen die we hebben gedaan de laatste 20, 30 jaar, die weerleggen de standaard ideeën over hoe evolutie zou moeten zijn gebeurd. Het idee is, er was ooit een cel en die cel heeft zich ontwikkeld in alles wat nu leeft, maar ook in alles wat geleefd heeft. Dus ook de dinosaurussen die we hier zien, die komen door een evolutieproces voort uit een oercel. En deze oercel, waar die vandaan komt, weet ook niemand. Nou ja, nee. Maar goed, dat hebben we dus allemaal geleerd op onze school. Ja, zo leer je dat. Als waarheid ook. Maar in de wetenschap heet dat een theorie. Nou, dus dat je het kan bewijzen. Het is een hypothese. Dus als je het niet kan reproduceren, dan is het. En we kunnen dit ook niet reproduceren, want het is een historisch verhaal. Ja, zo is dat. Oh. We zijn dus te gast in het Oertijdmuseum in Bokstel om van jou te leren waarom die evolutietheorie dan is achterhaald of wat daaraan schort en wat de moderne biologie ons leert over de ontstaansgeschiedenis van leven op aarde. Ja. Nou, welkom. Leuk dat we dit weer doen. Dat we hier weer een keer samenkomen. Ik heb jou eerder gesproken, ruim een jaar geleden. Toen deed je een lezing over, over je boek. En ik zal het linken hieronder, zodat mensen dat kunnen terugzien. Ja, heel goed. Maar als startpunt van dit gesprek wil ik nemen waarom... om te begrijpen waarom de evolutietheorie volgens jou achterhaald is, wil ik eerst uitleggen, kort. Wat is de kern van de evolutietheorie, The Origin of Species, veredeling, survival of the fittest van Darwin? Ja, nou, in principe zijn er twee kernpunten. Eigenlijk heeft Darwin vijf kernpunten genoemd in zijn boek, maar twee zijn de belangrijkste. De eerste is dat alle leven terugvoert op één of enkele oervormen. Dat staat ook in zijn boek te lezen. In het begin dacht hij nog
één of enkele heeft hij geschreven. Dus hij dacht, misschien waren er meer roervormen. Ja. Tegenwoordig denkt men, en dat is ook het idee achter de evolutietheorie, er was ooit één oercel. En vanuit deze ene oercel hebben alle andere organismen zich ontwikkeld. Nou, we weten dat een bacterie heeft veel meer, is veel complexer, heeft veel meer informatie dan een dinosaurus. Dus daar moet informatie aan toe zijn gevoegd in de loop van de tijd. En Darwin zegt, dat is door natuurlijke selectie is dat gegaan. Dat is in principe wat hij zegt. Natuurlijke selectie is de motor van het evolutieproces. En zo wordt dat nog steeds geleerd. En er is ook niks anders in de tussentijd gevonden dat zo'n evolutieproces zou kunnen aandrijven. Dus natuurlijke selectie is nog steeds de motor van een hogere ontwikkeling. Maar is dat, als ik goed begrijp, natuurlijke selectie, dat is niet wat je bestrijdt. Ik bedoel, natuurlijke selectie is er. Survival of the fittest. Ja. Als een appelboom met kleinere appeltjes beter bestand is tegen de weersomstandigheden, dan zullen er meer appelbomen met kleine appeltjes groeien. Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijke selectie. Maar je begint dus met een boom, met appels. Uiteindelijk hou je ook een boom over met appels. En daartussen is dan een selectieproces aan de gang geweest, zegt men, voor een boom die beter tegen iets bestand is. Ja. Nou, ik zeg in mijn boek, dat klopt allemaal. Ja. Dat klopt allemaal. Voor dat hele proces is geen nieuwe informatie nodig. Je hoeft alleen maar je informatie op een andere manier tot uitdrukking te brengen. Die informatie zit al in je genoom. Informatie in de cel, in de DNA van die appelboom, of van jou, van mij, van alles wat leeft, zit daar al. Alleen het andere informatie wordt aangeroepen omdat de omstandigheden dat nodig hebben maken. Kijk, de omstandigheden veranderen heel snel. Ja. Je ziet tegenwoordig klimaatsverandering heel snel. Van 1, 2 graden meer dan voor een paar honderd jaar nog. We weten van bepaalde organismen dat ze zich al hebben aangepast daaraan. We weten van bepaalde planten dat ze kleine stukjes DNA hebben die in het genoom zich kunnen verplaatsen. En die zijn temperatuurgevoelig. Dus je kunt je voorstellen dat door die verplaatsing, die verplaatsing in je genoom, meteen een nieuw fenotype ontstaat. Dat al aangepast is aan deze nieuwe omstandigheden. Ja, elke keer als jij ingewikkelde dingen zegt, dan ga ik dat vertalen. Fenotype is hoe het eruit ziet. Hoe het al, ja, maar een appelboom blijft een appelboom met grote of kleine appels. Daar komen geen peren of bananen aan. Nee, en kijk, als je dat voor elkaar zou willen krijgen, dan heb je dus heel veel extra informatie nodig van die DNA. Ja, oké. Een klein stukje geschiedenis, dat is ons startpunt. Dus we hebben Darwin gehad. In de tijd van Darwin was het DNA-molecuul er nog niet. Dat is eigenlijk alleen maar op basis van dat fenotype, wat hij ziet in gedrag en aan de buitenkant, schreef hij die theorie. Daarvoor was er iemand die heet Linnaeus. Ja, ik noem het maar eventjes. Die publiceerde in 1735, nog veel eerder, zijn Systema Natura. Ja. Taxonomie. Nou, ingewikkelde woorden zal ik daarmee nu stoppen. Gewoon indeling van soorten. Indelen van soorten. Ja. Familienaam en een soortnaam die we nog steeds gebruiken. Precies. Planten die op elkaar lijken zitten in dezelfde familie. Precies. Een voorbeeld bijvoorbeeld alle hondachtigen. Ja. Alle hondachtigen. Je hebt een vos, je hebt een wolf, je hebt de huishond, zeg maar. Ja. Nou, je hebt nog meer hondachtigen. Dat noemen we dan ook met een moeilijk woord de caniden. Dat zijn de hondachtigen. Nou, wat blijkt, en dat had hij destijds ook al waargenomen, dat honden, wolven en vossen, die konden gewoon met elkaar kruisen. Dus in principe heb je hier te maken met één soort. Ja. Dus ik zeg ook, die hondachtigen, die kunnen zich wel uitwaaien in verschillende types. Maar dat blijft dezelfde soort, die kunnen met elkaar kruisen. Ja, dat is het belangrijkste bewijs dat het dezelfde soort is. Het blijft dezelfde soort, dat is ook een evolutionistische definitie. Ja, okay. Kruisen. Oké, Linnaeus deed dat op uiterlijke kenmerken, hij ziet dat. Hij, op welke observaties baseerde Darwin zijn theorie? Nou kijk, Darwin was een amateur duivenmelker. Hij kon goed met duiven overweg, hij kon goed duiven fokken ook. En hij had ook veel verstand van dat soort dingen. En hij beschrijft dat ook in zijn boek, hè, dat hoe hij die verschillende duivenrassen, noemt hij dat. Het gaat ook over races in zijn boek. Oh. Hij beschrijft al die rassen en hij zegt ook, als ik dit ras ga kruisen en ik doe dat en dat, dan heeft hij eigenlijk een recept van hoe hij weer tot een oerduif terug kan kruisen. Dus dat heeft hem natuurlijk tot aandenken gezet van, ik krijg door die kruisingsexperimenten van mij, kan ik een oerduif weer terug kruisen. Nou, uit die oerduif zijn dus al die anderen ook ontstaan. Dat is zijn gedachtegang. Ja. Dat is een hele goede gedachtegang. Daar kun je niks op afdingen. Maar daarna zegt hij, oké, ik heb hier die oerduif.
En ik heb die Darwin-vinken, waar ook die variatie aanwezig is. En dan zeg je, oké, als ik nou verder ga extrapoleren, dan zijn een oerduif en een Darwin-vink hebben ook weer een voorouder. Ja, een oervogel. Een oervogel, zeg maar. En zo redeneerde die En zo redeneerde door... terug tot die één of enkele soorten, ja. Bij één of enkele soorten uitkomt. Dus dat is de evolutiegedachte. Ja. Oké. Nou, en een logische gedachte gebaseerd op wat je zag toen. Precies. 18e en 19e eeuw. Ja. In 1953 werd door Watson, Crick, Wilkins en Franklin de moleculaire structuur van het nucleïnezuur ontdekt. Van dit molecuul, zeg maar. Ja, ik ga het even proberen hoor. Ja. Desoxyribonucleïnezuur. DNA. DNA, ja. Dat ding. Desoxy is de D. Ja. Desoxy. Ja. Nucleïne. Zuur, de A komt al van acid, hè? Ja, nucleic acid. Nucleic acid, ja. Ja, in gewoon Nederlands een heel groot, ingewikkeld molecuul. Nou, mensen hebben bijvoorbeeld... Kijk, dit is een heel klein stukje DNA wat ik hier heb meegebracht. Dit zijn 16 DNA-letters. En het is een dubbele heling. Dat zeggen we, een dubbele helix, dat is een spiraal. Ja. En aan de binnenkant zit dan nog weer een spiraal. En die worden verbonden door die letters. Dus we hebben hier 16 letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot 16. Dus dit is een heel klein stukje DNA wat je hier ziet. Hoeveel heb ik dan? Hoeveel... Nou, je hebt wel even wat meer dan dit, want per cel heb jij 3 miljard van dit soort letters op een rij. Dus... En jou, daar skip ik een beetje naar voren, maar jouw werk is die letters lezen. Ja, dit was mijn studie, maar ook mijn beroep. Ja. En ik hou me nog steeds bezig met DNA. Hoe werkt dat? Ik lees veel over DNA, want je moet wel bijblijven natuurlijk. Ja, Oké. In 1962, en we komen zo meteen bij waar we nu zijn, 2023, maar in 1962 werd een Nobelprijs uitgereikt voor de ontdekking van hoe die moleculaire structuur van DNA informatie doorgeeft in levend materiaal. Ja, dus dat weten we dus pas sinds 1962 eigenlijk. Nou, toen was het eigenlijk wel opgehelderd. Kijk, in 1953, toen dit molecuul werd ontdekt, toen schreef Crick, dat was een van de ontdekkers, hè, Watson, Crick en Wilkins en Franklin. En Rosalind Franklin, die beschreven dit molecuul. En hij beschreef dit in een brief aan zijn zoon als een informatiemolecuul met een code. Hij zegt ook, we denken dat het een code bevat. Ja. En dan zegt hij ook van, het is zo te begrijpen als een pagina uit een boek. Het ene DNA-molecuul is anders gecodeerd dan het andere stuk DNA. Ja. Dus het zijn bladzijden van een boek. Dus in die tijd hebben we eigenlijk ook het informatiemolecuul ontdekt. We weten nu dat leven bestaat op informatie en niet louter en alleen maar op materie. Jij bent van 1965. Ja. Kort nadat die Nobelprijs was uitgereikt in 1962. Kan jij uitleggen, jouw levensloop, hoe jij terecht bent gekomen in dit veld van biologie, van de moderne biologie? En wat in nu, hè, najaar van 2023, wat is jouw expertise en gebaseerd op welke ervaring? Ja, nou, ik ben van kindsbeen aan eigenlijk al heel erg geïnteresseerd geweest in dingen, hoe dingen werken. He, ik maakte wel eens een wekker kapot om te kijken wat erin zit. Kreeg je dat ding natuurlijk niet weer in elkaar. Willy Wortel. Dat is een soort Willy Wortel, kan je zeggen. Dus ik was geïnteresseerd hoe werken dingen. En ik was ook erg geïnteresseerd in veldbiologie. Ik was heel vaak, ik kom uit Friesland, weidevogels en zo. Ja. Ik deed dan natuurbescherming in die tijd. Dus dat soort dingen, dat was een beetje mijn achtergrond. En voor mij was het dan een soort van logische stap toen ik een jaar of 18, 19, 20 was zelfs. Ik ben een beetje laatbloeier geweest tijdens mijn leerproces. Op mijn 20e ben ik gaan studeren. En voor mij was het dan ook eigenlijk een logische stap dat ik ga gewoon biologie leren. Mijn vader was ook biologieleraar, dus die nam mij ook wel het veld in en zo. Dus zo ben ik in de biologie terechtgekomen. En ik werd op een gegeven moment helemaal gegrepen door biochemie en moleculaire genetica. Ik denk van wauw, dat zijn nieuwe vakken. Biochemie was natuurlijk al wat ouder, maar die moleculaire genetica, hoe knip je en plak je die dingen, die moleculen samen. Dat was dus mijn passie kreeg dat. Ja. Heeft nog steeds hoor, ik vind het echt fantastisch hoe dat allemaal werkt. En zo ben ik daar ingerold en ik ben echt gegrepen door de moleculaire biologie, kun je zeggen. Ik wil graag weten hoe dat allemaal werkt. En zo ben ik daar binnengekomen en ik ben dan vanaf 1994 ben ik in het laboratorium gekomen. Dat is dan als AIO geweest. Artsenopleiding? Assistent in opleiding noem je dat. Maar dan doe je dus zo'n PhD-traject, PhD-traject. Dus dan krijg je na 4 jaar studie in het laboratorium krijg je dan ook een dokterstitel. Okay. Dus ik ben moleculair bioloog. Daar heb ik een MSc in, heet dat tegenwoordig, Master of Science. En
Ik heb dan een PhD in medische wetenschappen. Okay. En wat ik bestudeerde waren eigenlijk deze moleculen. Hoe worden die aangezet en hoe worden die weer afgezet? Dat is informatie. Hoe krijg je de informatie uit die moleculen? Ja, want je hebt een DNA-string. Dat kan aan zich, op zichzelf staand, kan dat helemaal niks. Daar zit informatie in en die informatie moet eruit komen. Ja. Dan kun je dat voor, je kunt het je voorstellen als een kookboek. Een dik kookboek. En nou zegt de kok, ik moet even het recept hebben van die en die pudding. Zo werkt het eigenlijk ook in je cel. En dan gaat zo'n signaal gaat naar de kern, waar dit allemaal zit bij mensen, maar ook bij dieren. En dan wordt in dat boek gezocht naar het recept van de pudding. Dat wordt, alleen die pagina wordt overgeschreven. Dat gaat dan naar de kern. En in de kern wordt dat recept dan afgemaakt en dan krijg je een werktuig. Dat is eigenlijk de pudding die je dan op zou kunnen eten. Maar in de celkern is het dan zo dat er wordt een werktuig uitgemaakt wat op dat moment nodig is. En kijk, dat hele proces dat moet heel erg streng gecontroleerd worden, want je hebt niet altijd dezelfde werktuigen nodig. En soms heb je heel kort een werktuigje nodig om even wat snel wat te doen. En dat gaat dus op die manier. En dat heet genregulatie. En dat is de expressie van genen noemen we dat. En dat heb ik dus 25 jaar bestudeerd in het laboratorium. Hoe die genen aan en uit worden gezet. Om de juiste recepten te halen. Ik skip weer een stukje naar voren, maar ik heb jouw boek gelezen. Ja. En je maakt daarin een voorbeeld van hoe genen in muizen worden uitgezet. Oh ja, dat is een heel goed voorbeeld. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is een leuk voorbeeld. Want dat is natuurlijk, dat deden we in de jaren 90. En dat deed mij toen ook denken, nadenken van, hey. Wat we daar zien, dat is niet in overeenstemming met wat de evolutietheorie voorspelt. Ik ga het je uitleggen. Ja. Het is zo. In die tijd begonnen we redelijk goed te begrijpen dat hoe en waar het DNA zich bevond en waar de genen zich bevonden. En dat heet ook functioneel genonderzoek. Heet dat. Je wilt graag weten, wat betekent zo'n stukje DNA? En sommige stukken die komen in muizen voor. Dat zijn genen in muizen. Hè? Dat is, maar diezelfde stukken komen in mensen voor. En het interessante was natuurlijk, je wilt weten, wat betekent dat? Het is een stuk in muizen en een stuk in mensen. En dat is een heel belangrijk stuk, moet een heel, heel belangrijk stuk zijn. Want anders was het niet in mensen aanwezig en ook in muizen. Bijvoorbeeld dat we warmbloedig zijn, zou dat kunnen nou, zijn. Nou, zo'n soort gen zou het kunnen zijn, ja. Dus daar moet dan, volgens de evolutietheorie, daar moet daar selectiedruk op zitten. Gedurende bijna 100 miljoen jaar. Ja, want mensen en muizen zijn 80, 90, 100 miljoen jaar geleden uit elkaar geëvolueerd. Ja. Toch hebben ze nog de beide dezelfde stukken DNA. Dus dat moet een zeer belangrijke functie vervullen. Dus wat dachten de biologen in die tijd? Weet je wat we gaan doen? We halen dat stuk uit het genoom van de muis. Halen we eruit, dan weten we meteen. Hoe dan? Dat was mijn vraag. Oh, hoe? Ja, we halen dat eruit. Hoe deden ze dat in die tijd? Ja. Je kunt dat gen lokaliseren, met markers. Dat zijn ook stukjes DNA. Die zoeken dat stuk op. En dat doe je dus in een onbevruchte eicel. Ja, ja, ja. Daar zoek je dat stuk op en dan ga je het onderbreken. Je zet daar een merker in, zeg, marker. Zo deden we dat in die tijd. Dus aan de hand van die merker kun je dat ding ook vervolgen. En dan vind je hem terug in, als je die eicellen terugzet, bevruchte eicellen terugzet in groeit de muis. Groeit de muis uit, dan zie je die merken. Ja. En dan heb je dus heb je broertjes en zusjes, die hebben die merken. Dus je weet, die hebben in ieder geval één gen daarvan. Ja. En die ga je dan met elkaar kruisen, totdat je die genen die je van papa krijgt en van mama, dat die bij elkaar komen in een muis. Ja. En dan heb je hem te pakken. Ja, ik snap het. Okay, maar ik wou dat verhaal nog even afmaken. Dan heb je dus een muis waarbij een gen helemaal ontbreekt. En men dacht, dat is een belangrijk gen, want een muis heeft hem en een mens heeft hem. Er gebeurde helemaal niks in die muis. Je kijkt naar die muis, hij draagt zichzelf, hij ziet hetzelfde uit. Precies. En ik denk, hé, hoe kan dat? Als al die genen geselecteerd zijn in de loop van die miljoenen jaren, en ze worden daar gestabiliseerd door selectie, hoe kan ik dat ding eruit halen zonder dat het een gebrek geeft? Ja. Nou, toen dacht ik, hé, er klopt echt iets niet met die selectietheorie. Ja. En dat beschrijf ik heel uitgebreid in mijn boek. Ja. Kijk. De evolutietheorie van Darwin, dat was het startpunt van dit gesprek, is niet per se fout. Althans, dat is mijn tip. Ik ga naar een vraag toe. Zit hij de dingen echt in fout, bijvoorbeeld? Hè? Er komt van die ene organisme uit die oersoep. Of is het gewoon een beperkte theorie en hebben we nieuwe informatie? Wat mankeert er precies aan de evolutietheorie van Darwin, waardoor deze volgens jou geen stand kan houden? Nou, de eerste heb ik net al opgenoemd. Het is zeer, zeer disputabel, dus het is zeer twijfelachtig. Of natuurlijke selectie, of dat de drijfveer is om dat proces van evolutie, van een eencellige, naar een mens te sturen.
dat is zeer twijfelachtig als je dit soort dingen met je DNA kunt doen. Nou, dat waren ook geen kleine stukken die men daar kon verwijderen uit de genoom. Het waren miljoenen van die letters. Ja. En die waren dan in muizen aanwezig, in mensen. Je verwijdert ze en er gebeurt niks. Dus dat stelt dus, dat brengt twijfel over het mechanisme van evolutie. Ja. Nou, dat was het eerste ding wat de laatste jaren, hoe heet het, in de vraag kan worden gesteld. Dat kun je betwijfelen of dat het mechanisme is. Het tweede is, en daar heb ik een discussie gedaan een aantal maanden geleden met een man hier uit Nederland. Dat is de verdediger van het atheïstische geloof. En die wou met mij discussiëren dat er een zogeheten monofilie is. Dat betekent dat organismen allemaal afkomstig zijn uit één enkele oercel. Nou, ik zeg, dat kunnen we tegenwoordig ook vrij makkelijk weerleggen, want, en daar heb ik hem een aantal voorbeelden gegeven, je ziet dat er sowieso twee compleet verschillende bouwplannen zijn in het dierenrijk. Bij de ene wordt de mond, maar bij de andere wordt de mond de anus. Dus dat is compleet omgedraaid. In het dierenrijk is dat al het geval. Dus daar kun je al zeggen, oké, er zijn al twee oorsprongen. En je kunt ook nog aan de hand van de coderingen in je DNA kun je zeggen van, er zijn verschillende codes aanwezig. En we hebben nu ongeveer 13 verschillende codes gevonden waarvan we weten dat ze ook coderen voor eiwitten. Dus het is niet zo dat er maar één coderen eiwitcode is, maar er zijn meerdere eiwitcodes. Oké, wat jij vertelde vorig jaar is dat wat we leren op school, de mens komt van de aap. En er zat een Neandertaler tussen, ja. Dat het niet stand kan houden. Misschien kan je dat hier nog een keer vertellen, waarom op basis van het aantal chromosomen dat we hebben, er geen afstamming kan zijn tussen apen en mensen. Nou kijk, we weten al een aantal jaren dat, al sinds de jaren 60, al eerder, sinds we de chromosomen kunnen bekijken onder microscopen, nou, dat is al bijna 100 jaar, zo weten we dat mensen 2x23 chromosomen hebben. En apen, alle apen die momenteel leven, hebben 2x24 chromosomen. Alle apen, dus gorilla's en orangutans en chimpansee, 2x24, mensen 2x23. Nou, dat zegt al iets dat er een oplossing moet worden gevonden vanuit de evolutionistische positie. Hè? Want 24, 23, dat klopt niet. Dus dan zegt men, oké, alle apen hebben 24 chromosomen. Mensen 23, dan moeten die apenchromosomen die moeten met elkaar versmolten zijn, twee daarvan. En dat geeft dan... Twee versmelten, dat geeft dan ook 23. Dus mensen hebben vroeger ook 24 chromosomen gehad. En is men op zoek gegaan en hebben ze inderdaad signalen gevonden in de chromosomen, waarbij het lijkt dat twee zijn versmolten. Ja. Maar dat kan je tegenwoordig allemaal inzoomen, dat op de DNA-letter. En dan ga je kijken, wat ligt er dan in dat gebied waar ze zijn versmolten? En wat hebben we ontdekt? Er ligt een gen. Daar ligt een gen, dus er is geen versmeltingspunt. En precies op het versmeltingspunt, daar ligt een code. Er is iets nieuws bijgekomen, wat is dit stukje, wat is dat stukje? Ja. En daartussenin zit een ander stukje. Dus het kan niet aan elkaar geplakt zijn, want er zit iets anders tussen. Precies, en waar het aan elkaar, precies waar het aan elkaar vastgeplakt is, daar zit een code en daar binden 12 regulatormoleculen aan. Dus dat is gewoon heel, heel specifiek, is dat daar zo ontworpen, zeg ik dan. Ja, hoeveel chromosomen heeft een muis dan? Oh, een muis weet ik zo niet eens. Nee, maar anders dan de mens. Ja, heel anders. En als muizen en mensen uit een gemeenschappelijke voorouder gekomen zijn, dan kan je ook argumenteren dat mensen, apen en muizen uit die gemeenschappelijke voorouder gekomen precies. zijn. Ja, precies. Maar daar moet je dus de signalen van vinden. En dit soort onderzoek wordt ook gedaan. Dan zeggen ze, kijk, die chromosomen zijn een keer daar versmolten, zijn een keer daar uit elkaar gegaan en die zijn daar weer versmolten. Zo kun je ook een schema maken hoe dat potentieel tot stand is gekomen. Maar je was er natuurlijk niet bij zelf, dus dit is gewoon een verklaring, zeg maar, achteraf. Nee, maar die las, die veronderstelde las tussen mensen en apen, jij zegt, dat kan technisch niet. Ik veronderstel dat soort analyses dan ook gemaakt zijn met andere... Ja, die worden ook gemaakt. Ook van, kijk, bij mensen zie je dit soort dingen heel vaak, dat je een chromosoom, als je dat gaat bekijken, bijvoorbeeld een andere chromosoom, 11 of zo, als je dat gaat vergelijken met apen, dan zie je dat er heel veel omstructureringen zijn. Dus dat betekent, als je daar gaat redeneren, dat er soms wel 15 omstructureringen zijn geweest. Nou, hoe gaat dat dan? Dat wordt dan geknipt, geplakt of omgedraaid in dat chromosoom zelf. In onze cellen, in onze voortplantingscellen is dat gebeurd. Die worden daar die veranderen daar, zeg maar, die volgorde. Nou, als dat allemaal via een selectiesysteem moet zijn gegaan, hè, als je dat allemaal moet selecteren, dan duurt dat miljard jaar voordat dat gebeurt.
Dus dat kan je wel zeggen, oké, we stammen van we hebben een gemeenschappelijke voorouder met deze apen. Maar ja, wanneer heeft hij dan geleefd? 20 miljard jaar geleden of zo? Okay. Dat zijn dus de dingen waar je mee moet gaan rekenen. Hoe zit het dan met mensen en Neandertalers? Mensen en Neandertalers, kijk, dat was ook altijd zo'n idee. Tot 2010 was het zo dat men dacht dat mensen en Neandertalers niet met elkaar hadden gekruist en kinderen hadden voortgebracht. Die dacht echt, dat is een subtype, dat heeft ergens anders op de wereld geleefd. Er waren ook al moderne mensen, die hebben daartussen geleefd of daarnaast geleefd, maar die hebben niet met elkaar gekruist. En toen heeft Svante Paabo, dat is een moleculair bioloog, die is dat gaan onderzoeken. Hoe ziet het DNA van de mens eruit, hoe ziet het DNA van de Neandertaler eruit? En die heeft in 2010 heeft hij gevonden dat er in mensen ook, hij noemt het Neandertaalgenen aanwezig zijn. Het zijn natuurlijk mutaties die je bij mensen vindt en bij Neandertalers vindt. Dus daaruit blijkt dat de mens wel heeft gepaard, de moderne mens gepaard met Neandertalers en ook kinderen hebben voortgebracht. Ja. En er zit nog ongeveer 3-4% Neandertalen, genen noemt hij dat, ik noem dat mutaties gewoon, hè, zitten, die vinden wij in het Neandertalen, in ons menselijke genoom. Dat familieverband is er dus wel? Ja, dat betekent dus dat ze gewoon ook kinderen hebben gekregen en dat betekent gewoon, net als wat we tegenwoordig ook wel zien, hè, dat mensen van verschillende continenten met elkaar kinderen krijgen. Dus ja. Zo moet je dat voorstellen, dat is gewoon een mens. Andere vraag hebben, en dan gaan we weer verder in dit verhaal, maar je ziet in dit soort musea mammoeten. Ja. Sabeltandtijgers. Ja. En ja, ik ben geen bioloog. Ik zie gewoon een olifant die lijkt op mammoet. En ja. Ik zie een huidige tijger die lijkt op sabeltandtijger. Ja. Is daar dan een familieverband? Of hoe werkt dat? Ja, ik denk, kijk, als we naar de katachtigen kijken, de sabeltandtijgers en de tijgers. Nou, die zijn echt. Als je ze naast elkaar zou zitten, dan zie je wat verschil in grootte. En je ziet natuurlijk een verschil in die enorme sabel die eruit steekt. Nou, die sabel. Tijgers, dit soort veranderingen kunnen extreem snel kunnen die gebeuren. Dat heeft niet echt met nieuwe informatie, want ze hebben die tanden al. Die tanden moeten gewoon doorgroeien. Dat betekent dat programma wat al in dat genoom aanwezig is, hoef je alleen nog maar even extra aan te zetten. Zoals die appelboom, die grotere appels. Nou precies, zo kan je dat je voorstellen. Ja. En wij noemen dat tegenwoordig epigenetische veranderingen. Dus dat heeft niet zelf met het DNA te maken. Het DNA verandert niet, maar hoe dat tot expressie komt, hè, hoeveel van bepaalde... van die moleculen worden aangemaakt, dat bepaalt het. Dus het programma is er al, het tandenprogramma is er al, maar dat is nog niet expliciet geworden in je sabeltand krijgen. Dus je kunt daar nog aan gaan, je kunt er nog invloed vanuit binnen op uitoefenen. En ik beschrijf ook in mijn boek hoe dat gaat. Dat gaat door stukjes DNA die in ons genoom zitten. En dat zijn schakelaars. En die schakelaars die zijn bewegelijk. Die zitten niet op één vaste plek. Maar die kunnen naar andere programma's springen. En dan gaan ze bijvoorbeeld die programma's extra hard aanzetten. En dan krijg je extra grote lange tanden. Ja. En dat is dat proces van natuurlijke selectie. Als je dat in een bepaalde omgeving ziet, waar die hele grote beesten ook rondlopen, dan heb je wat aan je tanden. Ja, dat bedoel ik ook. Ja. Dus, ja. Dan heb je wat. Kijk, ik ontken niet dat er natuurlijke selectie bestaat. Mensen dat ontkennen, ja, dat is natuurlijk onzinnig. Nee. Want je ziet het gebeuren. Ja. Ja. Nee, zeker. Dus de vraag is alleen, wat ontbreekt er nog aan die theorie? En daar zijn we naar op zoek en daar zijn we nu bijna. Precies. We zijn hier in het Oertijdmuseum in Boxtel. Overigens zijn we hier met z'n drieën, jij, ik en de cameraman. Ja. Volgens mij hebben we allemaal besloten dat we hier met ons gezin ook nog een keer naartoe gaan. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik vind het heel mooi hier. Dus het is een mooie plek. Ja. We zien hier soorten die geweest zijn en erg lijken op soorten die er nu nog steeds zijn. Ja. Ja, deze jongens. Deze enorme joekel hier. Dat is echt miljoenen jaar geleden. Mijn vraag is, kunnen we ook in dat DNA kijken? Ja, nou kijk, dat is ook een van de enorme grote verrassingen van de laatste 20 jaar. Voorheen dachten wij altijd, die beesten hebben zo lang geleden geleefd. Die zijn helemaal versteend, hè? Dat is allemaal steen. Maar er zijn bepaalde gebieden op aarde, bijvoorbeeld in Montana heb je zo'n gebergte. Dat heet, Hell Creek heet dat, Hell Creek. En daar kun je deze botten vinden. Die liggen er zo'n beetje half nog onder de aarde. En als je die daar opgraaft of vindt,
En je ruikt eraan, dan zijn ze nog een beetje smelly, noemen ze dat. Ja. Beetje smelly. Dat was natuurlijk wel apart. Maar de paleontologen die dat doen, die wisten dat al. Maar dat was... Dat is mooi, want als het stinkt, dan is het niet versteend. Nou precies, dat is niet versteend. Smelly, ja, oké, waarom is het smelly of waarom stinkt het? Zit er nog iets in? Iets vergaans of zo? Is dat nog niet helemaal vergaan? Nou, en dat is natuurlijk een hele bijzondere gewaarwording. En in begin jaren 2000 was er een vrouw, die heet Mary Schweitzer. Die is bij Jack Horner, dat is een hele bekende paleontoloog, een hele bekende dinosauruskundig. Daar is ze gaan werken. En die zegt, ik wil die botten wil ik doorzagen van Hell Creek. En ik wil proberen daar in te kijken. En het is zo, je kunt met bepaalde chemische vloeistoffen kun je het bot oplossen. Maar dan blijven de organische, dus de vleesresten en zo, die blijven dan over. Dat doe je in een laboratorium, maar ze heeft dat gedaan. Ze heeft die botten genomen, ze heeft ze in kleine brokjes gezaagd. Ze heeft ze vermalen. En daarna heeft ze die vloeistoffen erop gegoten, zodat het steen weggaat. En na een aantal dagen schudden zo, is dat steen opgelost, is weg. En wat zit in dat bakje? Dan zegt ze, dat lijkt wel nog elastisch. Dus er zit nog soft tissue, zegt ze. Zacht weefsel is daar aanwezig. En ze denkt, wow, hoe is dat mogelijk? En ze heeft toen onder de microscoop gekeken. En ze ziet kleine bloedvaatjes met rode bloedcellen er nog in. En ze denkt van, wow. Oké, als ik een cel heb, dan kan ik ook in die cel gaan kijken. Ja, natuurlijk. En ze denkt van, wow, wat is dat? Ja. En ze gaat naar Jack Horner. En die kijkt en die ziet die foto's van haar. Het zijn bloedvaten met cellen erin. Zegt, wat je nu moet doen, aantonen dat het geen bloedvaten zijn, dat het geen cellen zijn. Dat het is onmogelijk. Want die dingen zijn 66 miljoen jaar oud. Dus ja, daar verwacht je geen bloedvaten in. Daar verwacht je geen cellen in. Wetenschap is nieuwsgierig zijn. Dus natuurlijk, je moet out of the box denken. Dus ze hebben geprobeerd dat te weerleggen. Want dat is ook de wetenschappelijke manier van denken. Je moet het weerleggen. Is het echt zo? Ze heeft het niet kunnen weerleggen. Dus het zijn bloedvaten met bloedcellen erin. Nou, dat is natuurlijk heel erg interessant. En wat ze daarna ook nog heeft gedaan in die studies, heeft zij met bepaalde methodes heeft ze kunnen aantonen dat we te maken hebben met eiwitten die tegenwoordig ook nog gewoon in organismen voorkomen. Ja, familieverband dus. Dat ja, is wat je zegt. Ja, precies. Dus kijk, wat ze hebben gedaan bijvoorbeeld, ze hebben dat zijn antilichamen, daar hebben we de laatste jaren ook veel van gehoord, antilichamen. Dat zijn immunologische moleculen, die kunnen heel specifiek iets herkennen. En wat ze gedaan hebben in deze studies is, ze hebben antilichamen genomen tegen twee eiwitten, die voorkomen bijvoorbeeld bij krokodillen en bij vogels. Nou, deze antilichamen die herkennen dat vogel en krokodillen eiwit. Die herkennen ook dat van de dinosaurus, hebben ze ook herkend. Ja. Dus dat betekent, die structuren die zijn niet zoveel veranderd in de loop van de tijd, die kun je weer terugvinden. Wat ze ook vonden, en dat is heel interessant, ze hadden ook antilichamen tegen DNA. En dat hebben we het weer over deze spiraal. Daar kun je ook antilichamen, die grijpen dan zo aan. En die antilichamen die hebben een stukje DNA nodig van minimaal 8 tot 12 van deze letters. Nou, en ze konden DNA aantonen ook in deze dinosaurussen. Dus zulke spiralen zijn dan sowieso nog aanwezig in dinosaurussen. Dus er zit nog DNA in dinosaurussen, er zit nog eiwit in dinosaurussen, er zit zacht weefsel in dinosaurussen. Nou, grote verrassing. Niemand had het verwacht. Nee, ik kom niet verder dan Jurassic Park 1, 2 en 3 kijken. Ja, precies. Waarin dat gegeven is gebruikt voor een stoere film. Maar als je die dingen ziet lopen, dan denk je nou, zo'n grote kip. Nou, precies, hè. Een hele grote kip dan wel. Maar, dus, nou, een grote zwaan zou je ook kunnen dat zeggen. Dat is dan de ja, maar dat is ook de gangbare theorie erachter. Gangbare theorie is ook dat deze beesten zich hebben ontwikkeld. Hè, nadat een enorme meteoriet is ingeslagen. Dat de vogels in principe weg zijn gevlogen. En de dinosaurussen zijn uitgestorven. Want vogels en dinosaurussen, dat is de gangbare idee. Dat vogels dinosaurussen zijn eigenlijk. Ja, en dat is dus nu ook... Hetzelfde genetische materiaal is deels gevonden in beide. Dan is er nog niet een familieverband aangetoond, maar in ieder geval wel dezelfde. Nou ja, goed, met krokodillen konden ze het ook aantonen. Dus is dan een krokodil of een vogel? Krokodillen staan miljoenen jaren verder uit in de evolutieschema's. En wat ze daarbij zijn vergeten natuurlijk, is ook nog een antilichaam tegen bijvoorbeeld een zoogdier te maken. Waarschijnlijk had dat ook wel gebonden. Omdat die eiwitten die zijn vrij, die blijven constant gewoon. Die zijn constant. Die zijn niet zo verschillend dat ze dat niet meer zouden herkennen.
Dat ja, zie je. Precies. Dat zie gaat je te, ja. ik ga te ver met denken van, oh kijk, er is bewijs. Nou ja, precies. Kijk, als jij wilt zeggen, oké, het lijkt alleen maar op een vogel, dan moet je dus een vogel moet je meenemen, een antilichaam van een vogel. Dan moet je een antilichaam tegen een krokodil nemen en dan moet je een antilichaam tegen een zoogdier nemen. Ja. En dan ga je kijken, alleen die van de vogel bindt. Dan heb je meer. Dus dan is het een vogel. Maar die van die krokodil bond ook en van de zoogdier hebben ze niet getest. Kijk, ja, dat soort experimenten, dit zijn controle-experimenten heet dat. En die worden heel vaak vergeten. Oh, zitten we daar nog middenin of is het gewoon vergeten? Ik denk gewoon vergeten. Oh, dat is wel stom. Okay. Of ze willen gewoon aantonen dat ze dicht bij een krokodil staan en dicht bij een vogel. Maar ja, dan moet je nog de controle meenemen, anders kun je daar niks over zeggen. Ja, dus eigenlijk zegt het niks. Eigenlijk zegt het niks, behalve dan dat je met antilichamen deze moleculen kunt aantonen. Ja. En dat betekent weer dat ze niet zijn afgebroken. Hè? Ja. Ja, maar we kunnen nog geen dinosaurussen reproduceren. We kunnen ze niet bouwen nog. Nou, kijk, dus, niet op deze manier, want ik... Niet op deze manier, want kijk, het is niet, je hebt niet alleen je DNA nodig. Het DNA aan zich doet helemaal niks. Het DNA moet intact zijn. Dat is bij dinosaurussen waarschijnlijk ook miljarden van die letters op een rij, de code. Ja. En die moet jij zo afstemmen dat daar een organisme uit kan groeien. Nou, dat is zeer moeilijk. Ja, okay, terug naar school. We hebben daar de evolutietheorie geleerd. We hebben daar ook geleerd over junk DNA. We hebben heel veel van dat soort informatie en het gros daarvan wordt gewoon niet gebruikt en we denken dat is rommel. En ik heb een IT-achtergrond. Ja. Er zijn een paar programmeurs die hun rotzooi netjes opruimen en beperkte efficiënte code schrijven. Maar de meeste maken enorm grote programma's met een hoop troep erin. Ja, precies. Junk DNA, junk computercode, zou ik maar zeggen. Maar dat programmeren ze dan zelf? Ja, zeker. Maar dat opruimen kost geld, hè. Oké, dus dat laten ze dan zitten en... dat is wel interessant. Dan krijg je Windows, zou ik zeggen. Dan krijg je een soort Windows. Oké, dat wist ik niet. Maar dus je programmeert gewoon veel te veel en dan achteraf blijkt... Oh, ik heb veel te veel geprogrammeerd. Ja, je kan dat gewoon beter afsluiten of zo. Allemaal programmeurs die dan boze mailtjes naar mij gaan sturen. Oh ja. Maar terug naar DNA. Er zou ook zoiets zijn als junk DNA. Ja. DNA, als je het uitzet, die geen uiterlijke verandering laten zien in het fenotype. Dus nutteloos lijkt. Een beetje een andere definitie, maar goed. Ja, nou, dan moet je zo dan maar doen. Ja. Dat er geen rudimentaire overgebleven code is, maar dat het geactiveerd kan worden afhankelijk van externe factoren. Nou, ik zeg ook niet dat er geen junk DNA bestaat. Het is zo. Junk DNA, dat is een naam van die stamtijd, ik denk zo de jaren 50 ongeveer, jaren 60, toen men begon te vermoeden dat het DNA van de mens, als dat allemaal functioneel is... Dan kunnen wij helemaal niet zijn geëvolueerd. En waarom is dat zo? Als alles functioneel zou zijn en je komt met mutaties... In die tijd werd duidelijk dat er mutaties plaatsvinden. En als alles functioneel is en die toevallige mutaties die treden op in je DNA... dan gaat meteen je DNA kapot. Hè? Ja. Dus dat betekent, waar laten we dan die mutaties? Waar moeten die heen? Dan hebben ze gedacht, het grootste deel van het genoom heeft gewoon geen functie. Laten we dat maar zo doen. Want je kunt je voorstellen dat maar 1%... van je genoom functie heeft, dan is 99% van je mutaties, maakt niet uit. Het kan allemaal in die junk verdwijnen, maakt niks uit. Het heeft toch geen functie. Nou, dat was het idee daarachter. Want in die tijd dacht men ook ongeveer, een paar procent van je genoom heeft functie. Hè? Dat waren alleen je eiwitcode heeft functie, want dat maakt jouw werktuigen. Ondertussen hebben we gezien dat die werktuigen, die moeten gecontroleerd worden door andere werktuigen. Dus daar is ook code voor nodig. En die moet ook weer gecontroleerd worden. Er is ook weer code voor nodig. Dus uiteindelijk komt men, als je zelfs evolutionistisch redeneert, kom je op ongeveer 10% functioneel genoom. Zegt men, we ontdekken steeds meer functies in dat niet-functionele deel van het genoom. Maar ik heb in mijn boek gezegd dat niet-functionerende deel van het genoom, dat moet je heel anders bekijken. Dat is een deel van het genoom dat... een controlerende functie heeft voor het fenotype, voor je aanpassingen. Dat zeg ik in mijn genoom. Dus ik zeg, de aanpassingen die worden gestuurd door je junk DNA. Dus het voormalige junk DNA. En als je ook inzoomt op dat zogeheten junk DNA, dan zie je, dat zijn allemaal kleine elementjes die in het genoom zich kunnen verplaatsen. Ja. Dat zijn kleine elementjes, daar liggen allemaal schakelaars op. Dat zijn schakelelementjes. En ze kunnen zichzelf... ergens anders in het genoom gaan implanten. Nou, dat is het interessante ervan. Want dat betekent, je kunt de schakelaar, kun je naar daar omleggen. En je genen, je werktuig, worden op een andere manier worden ze tot expressie gebracht. En dan heb je dus variatie. Dus ik zeg, er zit een variatie-inducerend mechanisme in onze cellen, die heel snel die organismen heel snel kunnen laten aanpassen.
Dus een aanpassingsprogramma zit in ons. Dus een soort metaprogrammering. Dus toen we begonnen met DNA doorzien en begrijpen, halverwege vorige eeuw, zagen we een hoop wat we niet konden duiden. Dat werd weggezet als junk. En hoe langer we het bestuderen, hoe meer respectvol we ernaar kijken. Nou ja, ik bedoel, wat we allemaal in die zogenaamde junk ontdekken, dat is werkelijk ongelooflijk. Ik wil het hardop vragen, maar dat geldt voor dieren, zoogdieren. Ja. Maar dat geldt ook voor planten. Ja. Hetzelfde. Ja, planten hebben dezelfde systemen, dezelfde mechanismen. Bij planten is het zo, en dat weten we nu ook sinds een aantal jaren, dit zogenaamde junk DNA, dat in het genoom zich kan verbreiden, zeg maar. Dat wekt de meeste variatie op in deze plant. Dus het is echt een variatie-inducerend genetisch programma. Oké, volgens mij hebben we nu een aantal dingen op rij genoemd die niet op school worden uitgelegd. En die ook geen onderdeel zijn van de algemeen geaccepteerde ontstaansgeschiedenis van leven. Nou, het komt steeds meer in de picture. Hè, nou, deze transposonen die worden tegenwoordig al gezien als drivers of evolution. Dus die drijven de evolutie aan. Dus niet meer die selectie, hè, die heel belangrijk was. Nee, het zijn nu die transposonen die dat doen. Die genereren variatie. De vraag waar ik naartoe wil, waarom is hier nog geen Nobelprijs voor uitgereikt? Nou kijk, het is zo. De transposongeschiedenis is een interessante geschiedenis. En eigenlijk is er ook een Nobelprijs voor uitgereikt al. Okay. Dat was in 1984 al. De vrouw die dit heeft ontdekt, dat was Barbara McClintock. In de jaren 40-50 werkte die er al aan. Dus dat kan je nagaan, dat is 80 jaar geleden. Die zei, het genoom in het genoom zitten elementen die het genoom ook heel snel om kunnen structureren. Het genoom is het hele DNA wat we hebben. Daar zitten elementen in het genoom, die noemden zij ook transposons, die kunnen heel snel die variatie in mais bijvoorbeeld induceren. En dat is heel lang niet geloofd. Heel lang is dat niet geloofd, want men ging steeds uit van, evolutie, we hebben een statisch genoom, het DNA verandert niet. Af en toe een mutatie, die wordt dan geselecteerd. Dus wat Barbara McClintock zegt, dat kan niet waar zijn. Dus die werd helemaal genegeerd, hè, wat je vaak ziet. Nieuwe ideeën, helemaal genegeerd. Totdat men in de gaten kreeg in de jaren 70, 80, dat zij gelijk had. Ze vonden die dingen plotseling overal. In mensen, in planten, in dieren, in gisten, in bacteriën. Overal zaten die transposons in. En precies wat zij beschreef, was waar. Dus toen konden ze er niet meer omheen. En ze was volgens mij ondertussen al 80 of zo. Maar toen kreeg zij nog de Nobelprijs daarvoor. Oh, dat is in die tijd was de Nobelprijs nog wel gericht op iets presteren. Weet je, echt een goede. Ja. Ja, dus, dat is een andere discussie. Ja, dat is een hele andere discussie. Maar zij heeft terecht de Nobelprijs gekregen hiervoor. Oh ja, oké, dankjewel. Nou, jouw boek is Terug naar de oorsprong. En ook daar zal ik linkjes naar maken in je herzienendruk. Wat ik heb gelezen, refereer je aan een debat van inmiddels 10 jaar geleden. Ja. En dat werd gehouden 150 jaar nadat Darwin zijn boek uitkwam. En dat werd gezegd, the tree of life is an artifact of some early scientific studies that are not really holding up. Ja. Nou, tree of life is die oorsprongtheorie, hè? Eén dingetje en daar ontstaan al die vertakkingen uit in leven. Precies. Als dat niet holding up doet, als dat het niet stand houdt, wat dan wel? Wat heb jij de afgelopen jaren geleerd? Het interessante is, dit was een citaat van Finte. Eigenlijk zegt hij gewoon, als we naar verschillende genen kijken, dan krijgen we ook verschillende bomen. Dus welke genen zijn dan informatief? Geen genen zijn informatief. En dat zie je tegenwoordig ook steeds meer. Die zeggen, we weten eigenlijk wel hoe het leven zo is ontstaan. Dus de meeste genen die dat niet weerspiegelen, die zijn non-informatief, zeggen ze dan. Ik zeg, waarom is dat non-informatief? Dat laat toch juist zien dat het zo niet is ontstaan. Dus eigenlijk hebben we hier te maken met een observatie die het algemeen aanvaarde gedachtegoed weerlegt. Hè? Die zijn non-informatief. Dus die worden allemaal weer aan de kant gelegd, want ze weten van tevoren hoe het zit. Nou, ik zeg, dat is geen wetenschap. Nee. Dus dat is gewoon bevestigen van wat ik denk te weten, wat ik geloof. Dus ze bevestigen in principe een bepaald idee wat ze hebben. En als dat idee weer licht wordt, dan wordt dat aan de kant geschoven. Nou, en dat zien we steeds meer gebeuren in de wetenschap. We hebben bepaalde ideologieën, we hebben bepaalde voorstellingen van hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Dat gaan we bevestigen. Nee, zo werkt de wetenschap niet. Je moet eigenlijk niet. Eigenlijk is het zo, als je iets vindt wat jouw idee weerlegt, dan moet je veel meer haar waarde aan hechten. Want dat is
hey, dat is iets nieuws, dat moeten we achteraan. Moet je niet aan de kant schuiven. Dat is het wetenschappelijk debat. Dat is je hebt precies. Altijd een meningsverschil en ja. Dat maakt je slimmer en wijzer. Precies. En het gaat niet alleen om een meningsverschil, maar het gaat om data. Ja. Het gaat om data. Nou goed, dat is jouw werk, dat is jouw carrière, dat is jouw levenswerk in die zin. Dat heeft jou bezig gehouden al die jaren. Wat dan? Ik wil weten waar het leven vandaan komt. Ja. Als die oersoeptheorie niet werkt, weten we nu al dan... Die oersoeptheorie, daar heeft men al heel lang aan gewerkt. En waar we op vastlopen, dat is weer op het molecuul. Het informatiemolecuul. We lopen erop vast. Ze zeggen, ja, we hebben dit en we hebben dat. En het kunnen allemaal van die hele kleine, dit soort steentjes hier, dit soort steentjes die hier ertussen zitten, proberen ze dan te maken. Nou, ik zeg ook, van mij mag je al die stenen eerst kopen bij de shop. En ga dan proberen die informatie erin te krijgen. Want daar gaat het om. En als we naar de allersimpelste cel kijken, dan heb je 500 genen nodig. Bijna 500 genen. En dan pas kan dat ding reproduceren. En dat heb je nodig voor evolutie, want je hebt een reproducerende eenheid nodig die kan ontwikkelen. Ja. Dus eerst die cel, je hebt bijna 500 genen nodig daarvoor. Ja. Dat is hoeveel, als je dat bij elkaar gaat optellen, dat is een half miljoen van deze letters in de juiste volgorde. Nou, dat krijg je niet voor elkaar. En evolutiebiologen, zoals bijvoorbeeld Koenin, die heeft er onlangs een boek over geschreven, die zegt, nee, op aarde is dat zo niet gebeurd. We hebben daar een heel universum voor nodig. Met alle planeten die we kennen. En dan nog eens een keer 10 tot de 500ste van dit soort planeten. Universa, multiversa. En dan zou dat kunnen gebeuren. Misschien één keer. De waarschijnlijkheid is zo laag. Ja, dat is zo ontzettend laag dat het hier zou zijn ontstaan. Of zelfs in ons universum zou zijn ontstaan. Dus die multiverse theorieën die komen niet uit de lucht vallen. Die hebben ze nodig om te verklaren waar bijvoorbeeld één enkele cel vandaan zou moeten komen. Ja. Hij schat bijvoorbeeld de kans dat er ooit één zo'n cel is ontstaan. Die schat hij 1 gedeeld door 10 en dan met meer dan 1000 nullen erachter. Dus daar hebben we niet eens een woord voor. Een Google is een 1 met 100 nullen. Nou, dan moet je 1000 nullen erachter zitten nog. Ik wilde iets zeggen over wat je net schetste. Een zichzelf reproducerend organisme. Iets dus dat naast afstammelingen kan krijgen. Dat kan voortplanten. Wat ze hebben gedaan, dat las ik, ik wil dat uitleggen, is die genen uitzetten, net zo lang stukjes uitzetten tot hij het niet meer doet. Ja. En op die manier ben je gekomen tot, je hebt in ieder geval 500 nodig. Ja, 472. Dan heb je dat. En dat is enorm complex, is wat je zegt. Ja. En zo complex, het kan niet uit het niets ineens zo complex zijn. Ja, maar de mensen zeggen altijd, ja, zo complex, het kan niet. Nee, het gaat om informatie. Het zijn informatiesystemen. Dus als ik hier bijvoorbeeld, als dit een klein stukje informatie is en ik ga deze veranderen, dan is meteen alle informatie weg. Ja. Als dat op een essentiële positie zit. En sommige kun je veranderen, die zitten niet op een essentiële positie. Dus er is een klein beetje variatie mogelijk. Als ik bijvoorbeeld hier een zou weghalen en ik zou daar een at random weghalen en daar, dan functioneert dat ding niet. Ja. Dus dat noemen we fine-tuning. Dat is overal in het universum vinden we die fine-tuning. Maar wat dan wel? Nou, ik zelf ben tot het inzicht gekomen dat er achter die systemen die we zien in de cel, wij noemen dat intelligent design. Ik noem het intelligent design. Het is een coöperatief systeem. Het is een holistisch systeem. Een cel is niet iets van... De cel die we kennen, die kun je niet verder reduceren dan tot deze 472 genen. Dus je kunt niet verder. Als je nog een stukje eraf snijdt... Dan is het gewoon dode... Dan is het een dood ding. Dan leeft hij niet meer. Dus het inzicht is, het is een holistisch geheel. Het is niet reduceerbaar op de delen. En je kan ook zeggen, de som van de delen is veel meer dan de delen zelf. Dat noem je een holistisch systeem, of emerging. Zeggen sommige biologen, dat emerge, dat komt er plotseling uit. Dat is dus, als je ziet hoe dat allemaal samenwerkt, dan kun je eigenlijk maar één juiste conclusie trekken. Dat is, hier zit een bepaalde intelligentie achter. Die heeft dit gepland. Ten eerste heeft hij gepland dat... Er een aarde is zoals wij die kennen, hè, met alle voorwaarden die er aan voldoen om zo'n cel te kunnen ontvangen en om daar te kunnen laten leven. En daarvoor moeten al de natuurwetten gefine-tuned zijn ten eerste. Nou, en de hele biologie is gefine-tuned en al die interacties zijn gefine-tuned. Dus ja, ik zeg, als ik het voor het zeggen heb, hè, dan zeg ik oké, dit is intelligent design wat hierachter steekt. Dus een designer. Ja. We mogen onszelf graag belangrijk vinden. Vroeger was de aarde het midden van het universum en draaide de zon eromheen en alles. Ja. Daar zijn we op teruggekomen. Is het leven op aarde dan
Is er een intelligentie die hier denkt, oh, ik ga hier eens iets moois bouwen? Ja, dat is... Of is het hier terecht gekomen of zo? Of, ja. Ik stuur allemaal speculeren. Ja, je kunt, kijk, het is zo. Je kunt twee kanten op met het intelligent design verhaal. Je moet natuurlijk op zoek naar de designer dan. Hè? Ja, ik zelf ben uitgekomen op een metafysische designer die we zelf niet kunnen waarnemen, hè, met onze materialistische systeem. Maar je kunt het afleiden van wat we zien. Hè? Je ziet die designer, dus het moet een designer zijn. Is het een god? Is het iets metafysisch? Of zijn er ook mensen die zeggen, ja, misschien is het een alien of zo. Zijn we hier door aliens neergezet? Ja. En dat hele proces is dan door aliens in gang gezet. Maar daarmee verschuif je eigenlijk het designprobleem. Want die aliens die zien er waarschijnlijk ook zo uit met informatiesystemen. Hè? Cellen met informatiesystemen. Dus je verschuift het probleem naar een andere plek. Hè? Nog eerder in de tijd. Dus ja, wie heeft die alien dan weer gemaakt? Kippen en ei-probleem. Het kippen, we zitten altijd als mens met kippen en eieren. Kip en eieren. En je weet niet wie was de eerste, wie was de laatste. Wat hebben we... Dit is een onderzoek. Dit is een vakgebied dat in ontwikkeling is. We zijn nog maar net begonnen. We weten nog geen 100 jaar van het DNA-molecuul. Ja. Wat zijn de ontwikkelingen daarin nu dan? Hoe ver zijn we bij dat ontsluiten? Nou, kijk, we kunnen. Ik zeg altijd zelf, in de jaren 90 hebben we eigenlijk de black box van Darwin geopend. Hè? En wat daarin zit, is niet echt in overeenstemming met wat wij vanuit een evolutietheorie dachten, zoals we daar destijds over dachten. En ik denk dat het belangrijk is zich te realiseren dat over de materie, daar staat nog iets anders. We hebben in de jaren, zeg maar in de 19e eeuw, hebben we in Duitsland zo'n omkering gehad met Feuerbach. Dat was allemaal heel materialistisch denken. We kregen dan de materialisten die zeggen, ja, bestaat buiten materie bestaat helemaal niks. Helemaal niks. We moeten alles vanuit de materie verklaren. En dat is ongeveer 100 jaar lang, is dat goed gegaan, totdat we met die methode, die materialistische methode, ontdekten dat er informatie zit in cellen. Ja. Nou, daarmee heeft eigenlijk het materialisme zichzelf opgeheven. Met die materialistische methode hebben we aangetoond dat er nog meer is dan materie, wat we niet materialistisch kunnen begrijpen. Nou, en in die tijd had men eigenlijk moeten zeggen, oké, we moeten echt een nieuwe theorie moeten we ons uitdenken. Wat betekent materie? Wat betekent informatie? Voor mij betekent eigenlijk informatie, dat zeggen ze dan, dat leidt naar een auteur, zeg maar. Wie schreef het boek? Wie schreef het boek van het leven? Wie schreef dat? Want boeken schrijven zichzelf niet. Dat is het punt. Dus wie is de auteur van het leven? Wie is de programmeur van deze... Wie programmeerde dat molecuul? Wie programmeerde die cel? Gaan we dat in ons leven dichterbij komen bij dat antwoord, denk je? Nou, ik denk dat het altijd een kwestie van geloven blijft. Want zolang je de programmeur niet ziet, is het moeilijk om te zeggen, hé, dat is de programmeur. Je kunt zien dat er een programmeur moet zijn. Wie is die programmeur? Ik denk dat dat een zoektocht is voor de mens, opgave voor de mens, om de programmeur ook te vinden. Ja. Ik heb de programmeur gevonden. Ik heb dat wel eens tegen jou gezegd. Ik kan heel open over zijn. Ik ben christen geworden in 2003, toen ik dat soort dingen allemaal voor mij op een rijtje had gekregen. Ik heb het allemaal opgeschreven waarom. Het staat in mijn boek. Dus ja. Ik legde dit voor aan de keukentafel bij mij thuis. Mijn dochter zit op de HAVO. Mijn zoon heeft hem afgemaakt. En ik schetste, wat zou je vragen aan Peter Borger? En mijn zoon zegt, ja, oké, als je in je analyse komt tot een schepper, waarom kies je dan een christelijk geloof? Ja, waar is nog een andere schepper? Waar is nog een andere schepper dan? Nou, mijn dochter vindt bijvoorbeeld de Griekse mythologie veel leuker. Ja, maar het gaat natuurlijk niet om leuk zijn. Kijk, daar kan je wel iets over zeggen. Kijk, de Griekse mythologie, dat is natuurlijk een hele leuke mythologie, maar dat is heel erg mensgecentreerd. Die goden, dat waren hele menselijke goden. Er waren geen scheppende goden. Als je dan nog een beetje teruggaat, dan vind je weer Zeus en zo. Ja. En dan vind je die gevechten van Kronos, dat is dan de eerste. Nou ja, Kronos is eigenlijk de tijdloze, kan je zeggen. Kronos is tijd. Dus degene de tijd was er eerst. Dus die mensen hebben daar wel over nagedacht. En je ziet ook, dat je komt eigenlijk weer terug ook bij de tijdloze god. Hè? De eeuwig bestaande. Nou, dat is ook de god van de Bijbel. Je kunt dat allemaal wel weer terugvoeren in die richting. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen, Peter? Ik heb het meeste wel gezegd, denk ik. Wat ik wou zeggen, ja. Ik vond het echt weer hartstikke leuk om je te ontmoeten. Dat wou ik nog wel even zeggen. Dank je wel. Ja, hartstikke graag gedaan.